Goedendag dames en heren, welkom bij Amstelpolis, opgenomen vanuit de Zuiderkerk. Wethouder Pieter Litjens van Verkeer is een onderdeel van het VVD-smaaldeel in het college van D66, VVD en SP. Hij heeft zich in de afgelopen 3 jaar ontwikkeld tot een kundig bestuurder, iemand die heel kordaat is, maar ook vrij onzichtbaar leek in de afgelopen tijd in zijn publieke profilering. En mede daarom is hij hier aangeschoven. Daar gaat misschien nu verandering in komen, want we gaan een dieptegesprek met hem hebben. Meneer Litjens, welkom bij Amstelpolis. Dank je wel. In de Zuiderkerk. Dank je wel. U bent wethouder. 3 jaar geleden bent u begonnen. Gewoon eerst even een open vraag. Hoe bevalt het? Het bevalt goed. Het bevalt goed. Het is hartstikke leuk om wethouder te zijn in Amsterdam. Ik had al een inkijkje gekregen jaren geleden in wat dat is. Ik ben politiek assistent van Pauline Krikke geweest. Die was wethouder Economische Zaken. Thans burgemeester Den Haag. Thans burgemeester Den Haag, inderdaad. En dat was in de periode 1999-2002. En toen heb ik gezien wat het is om hoe dat bestuur werkt in Amsterdam. En ik heb toen wel eens bedacht, als ik ooit wethouder van Amsterdam zou mogen zijn, dan zou dat toch wel een hele mooie zijn. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel een droombaan. Ja, u bent verkeerswethouder. Ja. Uw partij, de VVD, staat bekend als een autopartij, een verkeerspartij. Dus dat past ook bij u. Maar we hebben het net ook al in de introductie gezegd. De echte profilering bleef tot nu toe een beetje uit. Maar heeft toch een aantal wapenfeiten, waar we daar ook toch wel naar gekeken. En een van uw grootste verdiensten is het doorzetten van het ondergronds parkeren. Kelderparkeren. Op verschillende plekken in de stad worden keldergarages gebouwd, zodat auto's onder de grond kunnen en er boven de grond ruimte is voor recreëren, fietsers en voetgangers. En meer groen. Maar de vraag is even, waarom heeft u dit niet uitgebreid uitgevent? Waarom hebben wij geen campagne gezien van meneer Litjens over dit prachtige plan? Omdat niet iedereen is zomaar voorstander van het aanleggen van garages. En de mening over verkeer, iedere Amsterdammer heeft een mening over verkeer. Ja, je bent wethouder verkeer. Zeker. Ja. En ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat iedere maatregel die je voorstelt op het gebied van verkeer, ook op het gebied van parkeren, dat maatregelen zijn die tot gemengde reacties leiden. Nou, dat is prima, dat hoort er ook bij. Onder de mensen. Onder de mensen, zeker. Ja. Ook in de politiek. En we zijn, als het gaat om dat ondergronds parkeren, zijn we op een aantal vertragingen gestuit. Eén daarvan bijvoorbeeld de Singelgrachtgarage. Toen we begonnen aan deze periode, constateerden wij dat het geld dat beschikbaar was in de vorige periode voor die parkeergarage, dat er niet meer was met het huidige coalitieakkoord. Dat is een consequentie van het akkoord. Dus we hebben de afgelopen jaren besteed aan het beschikbaar krijgen van het geld dat nodig is. Het opnieuw doen van een aantal ruimtelijke plannen die de basis moeten zijn van zo'n besluit. Mm-hmm. En wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad in september het definitieve besluit kan nemen om over te gaan. Over de Singelgrachtgarage, dat is voor de kijkers thuis, dat is een garage onder de grond, onder de Singelgracht aan de kant van de Jordaan, de westkant van het centrum en Stadsdeel West. Er is een hoop gesteggel over geweest. U stuit daarop. Maar goed, die Singelgrachtgarage is niet de enige. Hè? Er zijn ook, je hebt ook nog de Boerhavengarage, dan komen er nog meer. In de pijpen. Hoe komt het dat u dat niet heeft uitgevent? Nou, in de eerste plaats, kijk, de Boerenweteringgarage, de Albert Kuip garage. De Albert Kuip garage, zoals hij nu wordt genoemd, is een project wat gestart is in een vorige periode. Paul Slettehaar, VVD-bestuurder in Zuid, is daar heel druk mee bezig geweest. Mm-hmm. En we hebben de afgelopen periode ook afgesproken dat hij dat project blijft doen, tot afronding. In principe zouden die projecten allemaal naar de stad gaan. Maar we hebben gezegd, jullie zijn er al lang mee bezig. Jullie doen dat goed, daar hebben we het volste vertrouwen in. Dus blijf dat ook doen en maak dat project af. En dan vind ik ook dat als er op een gegeven moment iemand in de schijnwerpers hoort te staan, dat het ook degene is die er zelf het meeste aan doet. En dat is in dit geval het pas net aan. Dat siert u, maar goed. Iedere politicus in deze tijd van de mediacratie, democratie en media, waar heel veel ruimte is voor exposure, zou dus die ruimte moeten kunnen pakken. En misschien had u het met meneer Slettehaar kunnen delen. Maar waar blijft toch die campagne van meneer Litjens, die wethouder die al die garages bouwt? Ja, is dat toch? Het heel simpel. Ik heb die vraag vaker gekregen. Ik ben niet de eerste die vraag stelt. Hè. En als ik nou terugkijk naar de afgelopen 3 jaar, maar misschien ook wel de periodes daarvoor in eerdere banen, kan ik mezelf afvragen of ik niet eerder uit mijn schulp had moeten kruipen, of ik niet eerder had moeten zeggen, onder de steen vandaan. Hè. En onder die steen hebben we de afgelopen 3 jaar heel hard gewerkt. Ik denk dat dat ook goed is om aan te geven. Want het is niet zo dat we een klein beetje schuchter binnen zitten in de stopera en dat er verder niet zoveel gebeurt. Verkeer is een portefeuille waar iedere dag
ongelooflijk veel in gebeurt. Waar op het moment dat het een keer heel hard regent, Leiden in last is. Je merkt dat het overal in de stad vol loopt. Precies. Ja. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat de stad steeds drukker is geworden. Wat tot nieuwe uitdagingen en nieuwe problemen ook echt leidt. Die aangepakt moeten worden door maatwerk. Door iedere keer weer op plekken waar problemen zijn en knelpunten zijn in te grijpen. En dat vergt een heleboel tijd en dat vergt een hoop aandacht. En dat betekent dus dat we de afgelopen jaren bezig zijn geweest daarmee. En ik vind eerlijk gezegd, dat is de manier waarop ik het liefst bestuur. Ik vind dat je resultaten uiteindelijk meer voor je moeten spreken dan dat je het zelf van de daken schreeuwt. Dat klopt. Dus we zullen u ook vanaf nu niet zien met een helm op of op posters of op plekken waar dingen gebeuren die dankzij u worden aangelegd. Nou, het draait niet om mij. Ik doe het hier niet voor mezelf. Ik doe het hier voor een beter bereikbaar Amsterdam. Daar doe ik het voor. En ik doe het voor 840.000 mensen die in Amsterdam wonen. Ik doe het voor 280.000 mensen die iedere dag met de auto naar Amsterdam komen. Niet om op de wallen te gaan zuipen en op een kameel te rijden, maar om hier te werken, om een bijdrage te leveren aan de economie. En die mensen die moeten hierheen, die willen hierheen, die willen hier werken. Die zorgen voor het werk dat wordt gedaan in de schoonmaak, in de horeca, in de catering. Nou, noem maar op, allemaal zaken waar Amsterdammers zelf ook heel veel baat bij hebben. Ja, en dan vind ik eerlijk gezegd persoonlijke profilering een stuk minder belangrijk. Oké, dat is niet wat we gewend zijn van de politici. Nee. Ja, dat kan. Dat kan inderdaad. Maar kijk, ik heb voordat ik naar Amsterdam ging, heb ik een aantal andere dingen gedaan. Ik ben bestuurder geweest in Amsterdam Zuidoost. Heb ik dat 5 jaar gedaan. Wat een ontzettend leuke periode was. Ik ben 5 jaar burgemeester geweest. Dan ben je ook bestuurder. Een iets andere rol natuurlijk dan wethouder. En ik ben daarna 2 jaar Kamerlid geweest. Ja. En wat mij is opgevallen is dat die bestuurlijke rol mij beter past dan die volksvertegenwoordigende rol. En die volksvertegenwoordigende rol, daarvan wordt toch iets meer verwacht van je, dat je wat vaker voor de camera springt. Wat meer die exposure zoekt, die persoonlijke politieke exposure. Je bent natuurlijk ook volksvertegenwoordiger. Nou, ik ben geen volksvertegenwoordiger, ik ben bestuurder. Dus ik heb echt wat dat betreft een verantwoordelijkheid naar meer mensen dan alleen maar mensen die hebben gestemd op een bepaald verkiezingsprogramma. Dat is heel duidelijk, maar dan gaan we daar ook nu even naar kijken dan. Kijk, u bent eigenlijk door de jaren heen binnen die VVD gegroeid. Kijken zo naar even waar u nou vandaan komt en wie u nou echt bent. Maar los daarvan, u ging als burgemeester van Aalsmeer na 5 jaar weg. Ja. En toen ging u naar de Kamer in 2012 Tweede Kamerlid te worden. En dan wordt iemand van burgemeester van een gemeente, deels agrarisch, deels niet. Een dorpsgemeente kunnen we wel zeggen, Aalsmeer. Zeker. Tweede Kamerlid. Ja. En dat zie je dan toch wel aankomen, dat dat dan totaal anders is. Dat is het zelf. Dat is het ook. En ik heb waarom heeft u dat dan gedaan? Nou, ik heb daar lang over nagedacht of ik dat moest doen. Wat ik merkte is dat ik na 5 jaar in Aalsmeer het gevoel had dat ik klaar was. Ik ben zelf ook een beetje ongeduldig. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Ik zag voor mezelf een gesprek aankomen over herbenoeming. Mm-hmm. Je hebt een burgemeestersperiode, een benoemingsperiode is 6 jaar. 6 jaar, ja. Dat betekent dat je na 5 jaar een gesprek hebt met de gemeenteraad en dan wordt de vraag gesteld, wil je nog een keer 6 jaar? En ik heb die vraag toen voor mezelf beantwoord voordat ik dat gesprek had. En ik heb geconcludeerd dat als ik die vraag zou krijgen, ik daar nee op zou antwoorden. Mm-hmm. En ik vind dat als je voor jezelf hebt besloten dat je niet nog een keer zo'n periode wil, dat je ook moet nadenken wat je dan wil. En waarom dan? Ik bedoel, zijn die Aalsmeerders, u gaat dus zeggen, zijn hele lieve, leuke mensen. Ja. Maar ik bedoel, het burgemeester, mensen die willen dat, dat is een roeping. Ja, nou, voor mensen, er zijn mensen die worden inderdaad met een ambtsketen omgeboren. Dat is voor mij niet het geval. Burgemeester is ook gewoon een baan. Het is een bijzondere baan, absoluut, maar het is ook gewoon een baan. En een baan waar je, als je 5 jaar voor de 5e keer een begroting, ik was ook portefeuillehouder financiën, als je voor de 5e keer een begroting hebt gepresenteerd, als je voor de 5e keer de lintjes hebt uitgereikt bij de algemene gelegenheid, als je voor de 5e keer je nieuwjaarstoespraak hebt gedaan, dan vraag je je af, wat is de meerwaarde voor mezelf? En ik heb het niet over de mensen die hier wonen, maar wat is de meerwaarde voor mezelf om dat nog een keer 5 of 6 jaar te doen? Ja. En als je voor jezelf constateert dat de rek er wel een klein beetje uit is, dan denk ik dat het heel gezond is dat je eens na gaat denken over iets anders. Nou, ik heb mezelf heel goed afgevraagd, is die rol als Kamerlid, is die iets voor mij? Ik heb er ook met verschillende mensen in de partij over gesproken. Mm-hmm. Die hebben mij gezegd, nou, volgens mij kan je dat allebei.
Dus ik heb op een gegeven moment bedacht, ik meld mij voor... Dus niet zo dat ik ben gevraagd. Of ja. Zo. Ik heb mij gemeld. Ik heb gezegd, als je mij kan gebruiken, dan ben ik beschikbaar. Ik ben op de 25e plaats gekomen. Kiesbare plek bij de VVD. Dat is iedere keer. Maar ik heb in 2006 ook een keer op de lijst gestaan. Toen stond ik op de 37e plek in 2012. Dus je had al interesse om Kamerlid te worden? Jazeker. Ik heb altijd een bovenmatige interesse in politiek gehad. Ja. Ben politicoloog? Ik ben politicoloog inderdaad. Ik ben vroeg lid geworden van de VVD. Ben altijd bovenmatig geïnteresseerd geweest in de politiek. Waar ik door gegrepen ben, is door het openbaar bestuur. Ja. En dat is wel een nuanceverschil. Ja. Je hebt politiek en openbaar bestuur. Maar goed, terug naar die Kamer. Ja. U kwam erin, het 25e plek, wordt Kamerlid. Nou, dat is fantastisch. Ja. Go for it. Ja, ja. En ik heb mijn eerste half jaar redelijk ontheemd gevoeld in de Kamer. En dat, ontheemd? Ik denk dat ik erg moest wennen aan de situatie in de Kamer, aan het Kamerwerk. Ik vond het in het eerste half jaar niet zo heel erg leuk. Ik heb echt een half jaar nodig gehad om die omslag naar die rol als Kamerlid te maken van bestuurder. Het is gewoon ander werk. En dat heeft een half jaar gekost. Ik heb er wel eens met Johan Remkes over gepraat, die ongeveer hetzelfde is overkomen. Die bestuurder uit Groningen van de VVD, jarenlang minister geweest. Ja, die is als gedeputeerde is hij vanuit Groningen naar de Kamer gegaan. Ja. En die heeft eigenlijk ook het eerste half jaar enorm moeten wennen aan zo'n nieuwe situatie en een nieuwe rol. Ja. Na anderhalf jaar, twee jaar, had ik het gevoel dat ik wel gewend was in die rol. Ik deed de portefeuille openbaar bestuur, was veel met bestuurlijke zaken bezig. En niet de portefeuilles waar de Telegraaf iedere dag vol van staat. Minister van Binnenlandse Zaken aan de mouw trekken eigenlijk. Nou, dat was ook een deel van het werk inderdaad. En ik was binnen de VVD-fractie degene die verantwoordelijk was voor de burgemeestersbenoemingen. Zo heet dat dan. Ja. Dus als er ergens een burgemeestersvacature is, dan zorg je ervoor dat er meerdere kandidaten zijn om de kans op VVD-burgemeesters in het land zo groot mogelijk te krijgen. Oké, dus als het Forum voor Democratie zou zeggen kartelvorming, dan was u dan blijkbaar... Dit is gewoon headhunting. Dit is het scouten van goede mensen. En ervoor zorgen dat de goede mensen op de juiste plekken komen. Maar goed, u was daarvoor verantwoordelijk, maar u kwam als Kamerlid dus toch niet uit de verf, blijkbaar. Na 2 jaar was Dat ik na 2 jaar wel een modus had gevonden om me verdienstelijk te maken binnen de fractie, op mijn eigen portefeuilles. Mm-hmm. Maar toen de vraag kwam of ik wethouder wilde worden in Amsterdam, was toch wel voor mij snel bekeken. Dat is een vraag die ik niet zomaar naast me neer kan leggen. Dat heeft ook te maken met wat ik net al aangaf. Ja. Die eerste periode toen ik voor Paulien Krik heb gewerkt. Ik heb gezien hoe het was. Ik heb 22 jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ik heb er veel meegemaakt. Amsterdam... Je kent de Stopera. Ik ken de Stopera, ik ken de stad. En het bestuurder zijn in Amsterdam als wethouder, dat is toch wel iets wat... Ja. Nou ja, daar verbleekt voor mij in ieder geval persoonlijk, verbleekt het Kamerlidmaatschap. Nou goed, dat is duidelijk. Maar goed, u zei net al, ik ben niet zo van de scoren. Blijkbaar ging dat niet goed af. Als Kamerlid. Scoren in de media. Nee, maar dat is ook mijn drive niet geweest. Nee. En soms heb je een aantal banen nodig in je leven om erachter te komen waar nou echt je hart ligt. Hè, en waar je echt goed in bent, wat ook echt bij je past. Ja. En voor mij zijn die 2 jaar in de Tweede Kamer eigenlijk heel zinvol geweest om duidelijk te krijgen dat voor mij een gang richting politiek niet de juiste weg is. Dat niet de meeste voldoening geeft. Soms moet je weten wat je niet wil. Maar goed, dan kijken we nu wat u wel wil. U bent wethouder verkeer, belangrijke portefeuille, we hebben het net al over gehad. Laten we eens kijken naar wat er zoal gebeurt. Deze week een nieuwe nota parkeren. Die werd aangenomen door de Raad en uw eigen VVD stemt daartegen. De parkeernormen, inderdaad. Ja, de parkeernormen. Ja. Dat was toch wel een struikelblok voor uw partij. Ja, kijk, wat de essentie van die nota parkeernormen is, eigenlijk heel eenvoudig. Bij nieuwbouw gaan we het parkeren niet meer afwentelen op de openbare ruimte, maar moet het inpanden geregeld worden. Dus met andere woorden, als er een nieuwbouw komt, dan is het zo dat daar geen parkeerplaatsen bij komen. Als er nieuwbouw komt, dan komen er wel parkeerplaatsen bij, maar dan worden ze niet in de openbare ruimte, de kosten van de openbare ruimte gebouwd. Ja. Dan moet dat binnen het bouwblok. Binnen dat het bouwgedeelte. Precies. Ja. Tweede element van die nota parkeernormen was dat er maximum en minimum parkeernormen zijn gesteld. In sommige delen van de stad, grote delen van de stad, was geen maximum parkeernorm. Mocht dus ongebreideld parkeervoorzieningen worden gebouwd. En nou vind ik het
hartstikke goed dat als mensen geld hebben, dat ze zelf besluiten wat ze daarmee willen doen. En als ze 2 parkeerplaatsen, 3 parkeerplaatsen, 4 parkeerplaatsen aan willen leggen, is dat op zich prima. Waar we tegenaan lopen, en dat is een meer wat algemene ontwikkeling, is dat Amsterdam steeds groter wordt en steeds drukker wordt. Dat is iets wat we hebben gezien de afgelopen periode. De komende jaren zullen we zien dat er tot 2030, 2040 zo'n 100.000 woningen bijkomen in de stad. Als al die mensen die erbij komen, dat gaat dan ongeveer om 200.000 inwoners en nog een aantal arbeidsplaatsen die erbij komen, enkele tienduizenden. Als die mensen hun mobiliteit allemaal op dezelfde manier doen als we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan, dan betekent het 30% extra verkeer. Ja. En 30% extra verkeer, daarmee loopt het hele verkeerssysteem in Amsterdam vast. En dan snap ik dat het interessant is om een parkeerplaats te hebben, maar dan weet ik één ding zeker. Dan kan je je auto beter maar op je parkeerplaats laten staan, want dan kom je de stad niet meer in of uit. Dat is heel duidelijk en dat is een vergezicht. En u strooit met cijfers. U weet overigens, u heeft het over 200.000 mensen erbij. Ja. Dat is nogal een aantal. U zegt dat dat gaat gebeuren. Ja. Er kan nog van alles gebeuren in de toekomst. Zeker. Maar los daarvan, waar het grote probleem zat bij uw partij, de autopartij, die zei van ja, maar wij willen heel graag dat als er nieuwbouw komt, dat er sowieso parkeerplekken daar moeten komen. Ja, maar die parkeerplekken die komen er ook bij. Alleen Maar de bouwers zijn nu niet gebonden daaraan. Er zijn geen regels voor ze. Als ze geen parkeerplekken willen maken, hoeven ze ze niet te maken. Nou, dat is niet waar. In grote delen van de stad geldt gewoon keurige minimumparkeernorm. Alleen die minimumparkeernorm betekent dat je niet... je mag niet zeggen, nou weet je wat, wij willen geen parkeerplaatsen bouwen, dus we doen het helemaal niet. In grote delen van de stad is er nog steeds een verplichting om een minimum aantal parkeerplaatsen per woning te bouwen. En dan kan dat 0,3 zijn of 0,4 zijn. Mm-hmm. Maar dan moet je in ieder geval, als je een bouwblok bouwt, moet je ervoor zorgen dat er parkeergelegenheid is. Er is ook een maximum gesteld. En een maximum van 1 per woning. En dat betekent dus als je een tweede auto wil, dat je dat maar op een andere u manier moet kunt zich voorstellen dat er partijleden van u moord en brand schreeuwen over dit besluit? Oh ja, ik weet dat dat zo is. En ik kan me dat ook voorstellen, want we hebben de afgelopen jaren niet anders gedaan. Kunnen ze bij de kiezers volgend jaar niet meer aankomen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het heel goed uit te leggen is. Er zijn heel veel mensen die deze staat VVD stemmen omdat ze een auto hebben. Ja, en die auto die hebben ze ook nog steeds. Het geldt hier voor nieuwbouw. En ik denk dat het juist voor de mensen die op dit moment in Amsterdam wonen en die een auto hebben, heel positief is dat dit besluit zo genomen is. Want dit zorgt er uiteindelijk voor dat de druk op de infrastructuur en de druk op de openbare ruimte verminderd wordt. Zodat de doorstroming beter gegarandeerd wordt in de stad. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Want al die VVD'ers die een auto hebben, die willen hem, als het goed is, ook zo nu en dan gebruiken. Dat klopt. Maar u kijkt naar het algemene belang. En dat begrijp ik. Dat is ook heel helder. Het gaat hier alleen om het volgende. Uw partij, de VVD, in de Raad heeft een track record van meestemmen met de wethouders, discipline, et cetera. En in deze week gingen ze voor het eerst in lange tijden een contraire. Ja. Ja. En uitgerekend op dit dossier. Ja. En ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen. Dus zal er toch iets aan de hand zijn. Nou, kijk, er ligt... U vindt dat jammer dat ze tegen hebben gestemd? Natuurlijk, natuurlijk vind ik dat jammer. Heb ik ook aangegeven. Ik vind het zeker jammer dat ze tegen hebben gestemd. Want ik vind het geen verstandige keuze. Maar het is geen steun van uw partijgenoten gehad. Nee. Maar we hebben gisteren notenparkeernormen vastgesteld. En op die manier gaan we de komende jaren met de ontwikkeling van de stad om. En op die manier denk ik dat wij veel beter in staat zijn om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Die uiteindelijk ook belangrijk is voor de economische ontwikkeling. En er zijn maar weinig VVD'ers die daar een tegenstander van zullen zijn. Ja. Nou ja, goed, er zijn nog meer dingen die lopen. Een van de dingen is bijvoorbeeld de autoluwe binnenstad. Ja. U heeft ervoor gezorgd dat, het voorstel van de Raad, maar heeft u uitgevoerd, dat op het Muenplein via 3 kanten nu geen auto's meer kunnen komen. En binnenkort wordt de Nieuwe Zijds Voorburgwal wordt 1-richtingsverkeer. Dat zijn nogal grote ingrepen in de stad. Klopt. Mensen, vooral ondernemers, hebben daar moeite mee, maar ook taxichauffeurs. Hoewel mensen een hekel hebben aan taxichauffeurs. Taxichauffeurs hebben ook recht om hierover te kunnen klagen. U ziet dus dat weerstand opwekt. En uitgerekend, dat zijn ook weer mensen die eventueel op de VVD zouden stemmen. Ondernemers, zelfstandigen. Wat taxichauffeurs betreft weet ik niet of dat zo is. Wat ik zie is dat als het gaat over de Nieuwe Zijds... ondernemers. Nee, dat begrijp ik. Maar als het over de Nieuwe Zijds Voorburgwal gaat, dan is dat een onderdeel van de uitvoeringsagenda mobiliteit. Die hebben we in 2015 vastgesteld, met instemming overigens van de VVD. Mm-hmm. Er stond keurig in dat we de Nieuwe Zijds gaan ontwikkelen tot een wandel- en fietsboulevard. Dus de VVD dat die auto luw, die heeft daarmee ingestemd. Je ziet ook dat het belangrijk is om in het stadshart ervoor te zorgen dat je duidelijke keuzes maakt. Ondernemers rondom het Muenplein hebben aanvankelijk zelf voorgesteld om single autovrij te maken. Ik heb daar zelf aan gekoppeld het afsluiten van de kop van de Vijzelstraat. En dat was er eentje die door de ondernemers niet verwacht werd.
Nee. En waar ze aanvankelijk ook niet zo blij mee waren. Nee, want je kon voorheen doorrijden van de Vijzelstraat richting de Dam. Zeker. Dat kan nu niet meer. Nee, dat klopt inderdaad. En we hebben wat ik merk is dat nu die maatregelen doorgevoerd zijn en al een tijdje in werking zijn getreden sinds oktober, nu al iets meer dan een half jaar, dat de meeste mensen tevreden zijn. En er nog steeds mensen zeggen, nou, we hadden het liever anders gezien, dat klopt inderdaad. Maar we hebben met de ondernemers hele goede afspraken gemaakt over het beleveren bijvoorbeeld, de bevoorrading, die ongelooflijk belangrijk is. En ik ben ervan overtuigd dat zo dadelijk ondernemers ook in de Vijzelstraat, als eenmaal de rode loper klaar is, zullen zien dat het een verstandige beslissing is en dat het uiteindelijk ook gaat leiden tot meer omzet. Dat zou heel goed kunnen. Het is natuurlijk wel zo dat van tevoren werd er gevreesd voor een verkeersinfarct en die had ze uitgebleven, dan komt het toch wel heel goed weg, hè? Ja, maar we hebben het niet. We hebben het. Kijk, je kan op verschillende manieren maatregelen nemen. Je kan maatregelen nemen die uit een verkiezingsprogramma komen, omdat dat bij de partijideologie hoort. Alle auto's de stad uit of geen autootje pesten. Dat zijn slogans die we de afgelopen jaren veel hebben gehoord. Dat kan, maar je kan ook op basis van goede analyses en van goede gegevens besluiten nemen. En dat is wat we bij de Munt hebben gedaan. We hebben groot onderzoek gedaan, kentekenonderzoek. We hebben gekeken naar Wie komen daar nou? Ja. En wie moet daar nou zijn? In de auto. En wie komt daar vandaan? En wat we constateerden is dat 2/3 van het autoverkeer dat over de Munt ging, herkomst nog bestemming in die omgeving, zeg maar, had. Ja. Dat betekent dus dat 2/3... Er waren mensen van buitenaf die daar eigenlijk niks te zoeken hadden. Die er doorheen rijden, omdat ze van een andere A naar een andere B willen, niet zijnde dat stadshart. Ze een alternatief hebben dat net zo snel is, want het stond best heel erg vaak vast op de Munt. En wat wij hebben geconstateerd is dat het dan verstandiger is dat die mensen dat alternatief ook gebruiken. En als ze dat niet doen omdat hun navigatie blijft aangeven dat recht over de Munt het Rokin en het Damrak sneller is een minuut. Dan moet je soms mensen ook duidelijk maken dat wij verwachten dat ze toch anders gaan rijden. Dat geloof ik, maar automobilisten die heel erg gewoon graag met de auto in de binnenstad willen komen. Kunnen er nog steeds komen. Die kunnen er nog steeds komen, maar langzaamaan wordt dat allemaal afgesloten. Zou het niet veel beter zijn om te zeggen, laten we gewoon die hele binnenstad afsluiten? Laten we het gewoon in één keer regelen, in plaats van al die maatregelen die er nu zijn. Want er zijn zoveel kleine ergernissen bij automobilisten die bijvoorbeeld tegen dit soort, blokkades Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik wel. Maar dat begrijp ik. Maar waarom gaat u dan niet all the way? Omdat als ik ergernissen wil voorkomen, voor mezelf ook, of weerstand wil voorkomen, dan is er de makkelijkste weg om morgen te stoppen met het werk, vandaag te stoppen met het werk. Ja. Dat is heel simpel. Dan heb je geen ergernissen. En als je ergernissen wil voorkomen, dan ga je kijken waar ligt nou de meerderheid van de raad. En dan ik zorg ervoor dat ik voorstellen indien die in ieder geval kunnen rekenen op een meerderheid van de raad. Maar volgens mij is dat niet de manier waarop je moet besturen. Je moet kijken naar hoe een stad zich ontwikkelt, wat belangrijk is voor een stad, wat voor stad wil je uiteindelijk zijn. Dat is een moeilijke vraag. Mm-hmm. Daar hebben we het in de algemene beschouwing de afgelopen week ook over gehad. Ja. Daar ging het over de titel van het coalitieakkoord. Amsterdam is van iedereen. Nou, er zijn partijen die zeggen Amsterdam is van de Amsterdammer. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Amsterdam is van iedereen. Ja. Amsterdam is ook van de Amsterdammer die hier woont. Maar ook van die 280.000 mensen die iedere dag naar Amsterdam rijden. Om daar te werken, om daar te studeren. Om een bijdrage te leveren aan die stad en aan die economie van die stad. Mm-hmm. En dat betekent dat je met die hele radicale en resolute maatregelen niet altijd het doel bewerkstelligt wat je zou willen hebben. Het helemaal afsluiten voor auto's van de binnenstad. En dan is het ook maar de vraag wat je als binnenstad definieert. Sommige mensen zeggen het historische stadshart. Sommige mensen zeggen alles de binnen hele de Singelgracht. Dat kan, hè, de hele grachtengordel afsluiten. Er zijn mensen die daar aangewezen zijn op een auto. En ik ben ervan overtuigd dat de auto erbij hoort. Dat de auto bij de stad hoort. Mm-hmm. Niet overal. Niet overal. Niet iedere voordeur, niet iedere route. Er zijn routes waar je duidelijke keuzes moet maken. Het is me heel duidelijk. Maar goed, even als we kijken naar de feiten. Op dit moment in de peiling doet GroenLinks het heel erg goed. Als er morgen verkiezingen zijn, dan zouden ze die ruimschoots winnen en in het college komen. Ja. Dat is een partij die dit juist wil, wat u hier zegt. Mm-hmm. Grote delen afzetten, all the way gaan. Dan hebben ze dus geen goede vriend aan de VVD, neem ik aan. Nou, dan hebben ze wat mij. Ze hebben in ieder geval niet een goede vriend aan mij. En of ze een goede vriend gaan hebben aan de VVD, dat hangt een klein beetje af van hoe het verkiezingsprogramma eruit gaat zien natuurlijk. Want het verkiezingsprogramma is de basis waarop een campagne wordt gevoerd. U bent bestuurder, toevallig bent u ook lid van de VVD. Nee, ik ben VVD-bestuurder. En ik denk dat de maatregelen die we bijvoorbeeld bij de Munt hebben genomen, voor automobilisten hartstikke goed zijn.
Ga maar eens kijken. Je zei net zelf, het verkeersinfarct is gelukkig uitgebleven. Daar kom je goed weg mee. Nou, we hebben analyses gemaakt en we hebben ook voorspellingen gedaan van wat er zou gebeuren. Dus als liberaal zegt u, ik bepaal wat voor de automobilist goed is? Ik bepaal wat voor de stad goed is. En als ik zeg, weet je wat, vrijheid, blijheid, iedereen doet lekker wat hij wil, want dat is liberaal. Dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat de stad op een gegeven moment stilstaat. En de vraag is of daar de Amsterdammer mee gediend is. Ik denk van niet. Ja. Dus het hele idee dat je als liberaal niet zou mogen ingrijpen in de vrijheid van mensen. Ja, jongens, sorry hoor, maar op rijksniveau, we doen niet anders. Door allerlei wetten vast te stellen, maatregelen te nemen, besluiten te nemen. We doen het aan de lopende band. Dat is de essentie van openbaar bestuur. Ja, dat uw partij onder andere ook doet. Natuurlijk, dat doet iedere partij. Ja. Iedere partij? Iedere partij neemt besluiten. Iedere partij besluit door het aannemen van wetten, verordeningen, door het doorvoeren van maatregelen. Alle maatregelen die regels, we nemen. Regels, verboden, boetes, etc. Ook. Maar ook geboden, ook mogelijkheden creëren, die zijn er ook. Ja. De mogelijkheid voor automobilisten om nu wel gewoon door te rijden over de Munt. In plaats van dat je stilstaat tot aan het Weteringcircuit, in plaats van dat je stilstaat tot aan de Blauwbrug. Ga maar kijken. Ik kan het vanuit mijn werkkamer zien als ik eens een keer naar buiten kijk. Ze rijden door. Ze rijden door. Ja. En dat is uiteindelijk de essentie ook voor iedere automobilist en iedere VVD'er die in een auto zit. Het maakt niet uit of je van de VVD bent, maar als je in een auto zit, dan wil je het liefst doorrijden. En dan wil je niet heel graag op de kop van de Vijzelstraat kunnen rijden als het betekent dat je vervolgens een half uur in de file staat. Dat slaat toch nergens op? Ja. Oké, heel duidelijk. Andere vervoersmiddelen zijn er ook. Kanta's. U kwam daarmee onlangs. Ja. Kanta's. Ze staan verkeerd geparkeerd. Wat is het probleem? Het zijn toch gewoon hele Ze staan goed geparkeerd. Ze staan op dit moment geparkeerd zoals ze mogen worden geparkeerd. Ja? En de Kanta is van oorsprong een voertuig dat ontwikkeld is voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Een handicap. En volgens mij is het hartstikke goed dat die voertuigen er zijn. En we hebben laatst gemerkt dat mensen... Fietsers die vinden wel anders vaak, hoor. Nee, dat snap ik. Maar dan gaat het niet om de vraag of je vindt dat mensen met een mobiliteitsbeperking moeten worden voorzien in hun persoonlijke mobiliteit door zo'n Kanta. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat dat een heel verstandig is om dat te doen. De vraag is een klein beetje, wat is nou de plek van die Kanta op de weg? Waar moet die komen? Nou, in principe hoort een Kanta op het fietspad. Volgens de huidige wet en regelgeving. Hij hoort op het fietspad en hij mag ook op de stoep en hij mag zeker op de stoep geparkeerd worden. Ja. Dat is een van de grootste ergernissen voor mij. En die zit hem niet in het feit dat ik vind dat iemand met een beperking maar ook maar gewoon moet gebruik maken van een parkeerplaats. Die zit hem in het feit dat een Kanta weliswaar ontwikkeld is als voertuig voor mensen met een beperking. Maar dat je er, als je eenmaal de leeftijdsgrens van 16 bent gepasseerd, er gewoon in mag, ook al heb je geen beperking. En hem ook als gezonde jonge jongen of jonge meid, en ik heb er een paar gezien, hè, dan niet de Kanta's, maar de Biro's, dat is de wat hippere Wat sneller, precies. Ja. Die dus ook kennelijk gewoon zo'n ding op de stoep kunnen gooien. En de stoep is niet, in principe niet om dingen te parkeren. De stoep is om op te lopen. En wat is dan uw oplossing? De oplossing die is er op dit moment niet. En dat is de grote frustratie. U komt niet met een oplossing? In wet en regelgeving. Hè, dus het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Daar moeten we ons aan houden in Nederland. Ja. Wat wij binnenkort gaan krijgen is een mogelijkheid om in ieder geval mensen die geen gehandicapte parkeerkaart hebben, als die geparkeerd staan bij een stopverbod, dan kunnen ze op de bon geslingerd worden. Geldt niet voor mensen met wel een gehandicapte parkeerkaart. En wat wij graag willen, en daarvoor gaan we ook de deur platlopen in Den Haag, is dat er nog een wetswijziging wordt doorgevoerd die het mogelijk maakt voor ons om af te spreken dat Kanta's niet meer op de stoep worden geparkeerd. Dus behalve gaan, als iemand een gehandicapte parkeerkaart heeft. Tenzij iemand echt gehandicapt is. Ja. Maar u wil dus gaan handhaven op die Kanta's die op die stoepen geparkeerd staan. U handhaaft ook bijvoorbeeld op toeristen die verkeerd geparkeerd staan. Die krijgen dan een wielklem, dat is ook opgevoerd. Ja. Maar er gebeurt ook in de stad heel veel. Kijk naar de Spaarndammerbuurt. Spaarndammerbuurt is een buurt met hoge parkeerdruk. Mm-hmm. Daar wordt gebouwd, er wordt momenteel een tunnel aangelegd, er komt nieuwbouw. Mm-hmm. Bewoners parkeren daar systematisch iedere dag 's nachts op de stoep. Dubbel parkeren. Het gebeurt niet door één of twee mensen, maar door tientallen mensen. Dat gebeurt al jaren. Ja. Al 2, 3, 4 jaar. Ja. Waarom wordt daar niet op gehandhaafd, meneer Litjens? Nou, ik denk dat het al meer dan 2, 3, 4 jaar gebeurt. Nou, dan zeggen we het meer langer. Het al sinds jaar en dag. Waarschijnlijk gebeurt het sinds jaar en dag. Maar waarom handhaaft u daar niet op? Dat is een goede vraag. Er wordt op gehandhaafd. Alleen daar wordt veel te weinig op gehandhaafd. Omdat dat handhaven ongelooflijk arbeidsintensief is. Nee, te weinig. Nee, niet een beetje. Te weinig. Als je in de Spaarndammerbuurt bent, dan zie je dat. Ja, en dan zie je dus dat het te weinig wordt gehandhaafd daarop.
En wat wij in de loop van dit jaar gaan doen, is ervoor zorgen dat al die autootjes die van Egis, van dat nieuwe bedrijf, de opvolger van Citeon, door de stad de scan-auto's. Rijden, die scanauto's, die maken 40 miljoen scans per jaar van kentekens. En die scans staan die ze worden, goed geparkeerd of niet? Staan ze goed geparkeerd of niet? Ja. Nee, hebben ze betaald of hebben niet? Hebben ze betaald? Daar of gaat niet? Het om. Inderdaad. He, dus alle auto's die in een parkeervak staan, niet op de stoep, maar in een parkeervak staan en die niet hebben betaald, die krijgen een naheffingsaanslag. Dat is geen bekeuring, overigens. En de meeste mensen ervaren het wel zo, maar het is geen bekeuring. Ja. Het is gewoon een dienstverlening van de overheid om alsnog je parkeerbelasting vermeerderd met de kosten van de handhaving de kans om te betalen. Precies. Ja. En de handhavingskosten worden daarbij in rekening gebracht. Dat is die naheffingsaanslag. De parkeerboete, zoals iedereen dat noemt. Die scanauto's die maken ook allemaal foto's van fout geparkeerde auto's. Auto's die op de stoep staan. Die worden allemaal weggegooid. Ja. Waarom worden die weggegooid? Omdat ze er niks mee mogen doen. Aha. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is al die foutparkeerplekken, wat geen parkeerplekken zijn, die plekken in de Spaarndammer buurt waar dubbel geparkeerd wordt, waar op de stoep geparkeerd wordt, die zijn we allemaal in aan het die digitaliseren we op dit moment. Dus die komen in het bestand te staan, zodat zo dadelijk van achter het beeldscherm van die meneer die scans van die scanauto bekijkt, kan worden geconstateerd of die auto fout geparkeerd staat. Ja. En dan wordt het nummerbord doorgegeven aan de handhavers en dan krijgen ze een bekeuring. Lang waar we naartoe kort, willen. U gaat dus dat controleren op de foto's wat nu nog niet mag. Dus het is een administratieve formaliteit. Nee, het is geen administratieve formaliteit, want wij moeten er ook voor zorgen dat degene die achter het scherm, waar we naartoe willen, is dat iemand achter het scherm meteen die bekeuring kan uitdelen. Ja. Meteen die bekeuring. Dan wordt de pakkans wordt enorm veel groter. Mm-hmm. En daarmee wordt, als het goed is, ook de overlast enorm verminderd. Maar het heeft wel consequenties. Het heeft consequenties dat die mensen die nu dubbel parkeren, dadelijk geen plek meer hebben. En de parkeerdruk nog hoger wordt. Dat doet zeker, van oud. Zeker. En daarom is het ook zo belangrijk dat we blijven investeren de komende jaren in het bouwen van ondergrondse parkeergarages. En er komt bij de Spaarndammerbuurt een grote parkeergarage. Dus dat komt eraan. Waar het op neerkomt en een mooie is, tunnel. Jarenlang hebben mensen dit mogen doen. Ja. Hoe gaat u die mensen dat afleren? Door te handhaven. Door te handhaven. En door die pakkans gaat u zelf te maken. Naar die buurt om te kijken of het goed gaat? Ik durf mijn hand daar wel voor in het vuur te steken dat gaat lukken. Als ik kijk naar de manier waarop er betaald wordt bij het betaald parkeren. De betalingsgraad van betaald parkeren in Amsterdam is de afgelopen jaren enorm gestegen. Mm-hmm. Waarom? Omdat de pakkans door die scanauto enorm is toegenomen. Dus dat handhaven werkt, maar we moeten het handhaven wel slim maken. Wij doen altijd met dit soort gesprekken een rondje langs de velden in de Raad. We kijken naar wie, hoe kijken raadsleden nou tegen deze politicus of deze persoon, deze bestuurder aan. Dat hebben we ook binnen de Raad gedaan over de Litjens. En het volgende komt eruit. De gevraagde raadsleden noemen u kundig, pragmatisch, meelevende vakwethouder en iemand die rekening houdt met hun noden, een compliment. Zelfs iemand die met ze is gaan praten aan het begin van de periode. Van wat wil je nou? Maar ze noemen u ook de wethouder lopende zaken. Herkent u zich daarin? Lopende zeker. Zaken. Ja, natuurlijk. Op de winkel passen? Nou, niet op de winkel passen. Dat wordt gezegd. Ja, dat kan. Dat kan. Ik weet niet wie het zegt, maar dat is... Ik dat noem is geen altijd, namen, nee, 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 maar dat hoeft ook niet, hoor. Dat hoeft ook niet. Het verkeer is iets wat iedere dag actueel is. Dat maar is lopend. Dag, maar nee, dat is lopend. Er zijn heel veel grote dossiers waar u dus op past eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, ik weet niet of je het passen moet noemen. En ik vind het overigens ook niet zo heel erg om zo te boek te staan. Mm-hmm. Ik vind het helemaal niet zo erg om zelf de conclusie te moeten trekken dat we al jaren met de Noord-Zuidlijn bezig zijn. Ik ga zeer waarschijnlijk het lintje niet knippen. Althans niet als ik de volgende periode niet terugkom als wethouder. Nee, u gaat niet met de koning dat eerste ritje maken. Precies. En nou is dat ook niet het allerbelangrijkste. Ik heb al eens eerder aangegeven dat er veel meer mensen zijn die misschien wel een veel grotere bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van die Noord-Zuidlijn dan ik. Ja. Dus wat mij betreft mogen er een heleboel andere mensen in dat eerste wagonnetje. Dat vind ik niet zo erg. We hebben de datum voor de opening van de Noord-Zuidlijn vorig jaar uitgesteld naar 22 juli 2018. Opnieuw, meneer Litjens. Zeker. Opnieuw. Zeker. Maar dat is wel hoe de datum. Hoe lang moet dit nog duren? Nou, tot 22 juli 2018, 5:00 PM. En er zijn heel veel mensen die aan mij hebben gevraagd, maar toen we spraken over uitstel, je gaat toch zeker wel een datum voor de verkiezingen kiezen? Ik bedoel, wat vindt u er nou van? Toen u als wethoudersassistent rondliep in de Stopera, meer dan 15 jaar geleden, toen werd dat besluit genomen. Ja, en zeker. Toen zijn ze begonnen met bouwen, ja. We zijn nog niet klaar. Nee, nee. Wat is dat? Ja, luister, ik heb een bijzonder leerzaam boek voor u. Dat is de raadsenquête over de Noord-Zuidlijn. Ja, ik zou zeggen, ik ook lees gelezen. Die. Nou, lees die en dan weet je een heleboel dingen ik over weet het, de achtergronden. Ik weet hoe de besluiten zijn genomen. Maar het gaat erom, ik stel hier ook een vraag omdat de kijker misschien die vraag heeft. Nee, dat begrijp ik wel. En ik de gewone Amsterdammer die denkt, waarom duurt het zo lang? Omdat het een ingewikkeld project is gebleken. We zijn sinds 2010
10, 11, ik denk dat dat ongeveer 9 was de periode waarin de verzakkingen plaatsvonden. Ja. Mensen was uit nog... hun huizen moesten en precies. Huizen en dat was in meerdere opzichten was dat echt het dieptepunt van de Noord-Zuidlijn. Ja. Ook in publicitair opzicht echt een grote ramp. Over nagedacht, wat moeten we hier nou mee? Moeten we misschien al die bouwputten die we inmiddels hebben, maar weer vol storten met zand en het asfalt eroverheen en vergeten. Een discotheek van maken. Ik ben blij dat er is besloten om door te gaan. Toen was duidelijk, al jarenlang, dat de planning enorm zou uitlopen. En we hebben heel lang hebben wij oktober 2017 als datum aangehouden. En vorig jaar hebben we geconstateerd dat oktober 2017 leuk is als datum om aan te houden. Maar dat leidt tot een onzorgvuldige opening. Precies, maar u weet net zo goed als ik dat het eerst 2007 en toen 9 en toen 13, et cetera, werd. Dus het wordt heel vervelend. Kunt u garanderen dat de Noord-Zuidlijn volgend jaar, 22 juli, om 5 uur 's ochtends het eerste ritje maakt? Ik kan garanderen dat op 22 juli 2018... Nee, dat iedereen die op dit moment bezig is met de Noord-Zuidlijn alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat op 22 juli 2018, 5 uur 's ochtends, de dienstregeling van het GVB begint met het eerste ritje van de Noord-Zuidlijn. En de reden waarom ik geen 100% garantie kan geven, die is heel simpel. Omdat we in ieder tunnelproject, kijk maar naar de A73, kijk naar de A2, de ondertunneling van de A2 bij Utrecht. Kijk maar naar ieder tunnelproject, daar zitten enorme risico's, met name in die laatste fase. Waarin iedereen denkt, precies, waarin iedereen denkt dat het al klaar is. Ja. Hè? Want die tunnel die ligt er toch al. Waarom? Vanmiddag zit ik weer in de Noord-Zuidlijn. Ga ik weer mee met een testrit. Mm-hmm. En dat is fantastisch. Je staat in een gloednieuw metrostel. De halte waar je bent wordt al omgeroepen. Metrohalte Rokin wordt omgeroepen. En je gaat je echt afvragen waarom dat ding niet meteen gaat rijden. Nee. Omdat er nog ongelooflijk veel op het gebied van veiligheid allemaal in moet. Veiligheid. Ja. Dan gaan we nog even kijken naar de kosten. Rond de 3 miljard. Nou, Amsterdam 3,1. 3,1, daar gaan we. Amsterdam nee hoor, 3,1 is al jarenlang. Dat is al, ik weet het, maar houden we keurig stabiel Amsterdam heeft een, dat klopt, maar Amsterdam, ik ga niet zeggen de kosten nog uitlopen. Maar Amsterdam heeft een groot deel daarvan betaald. Uh-huh. Rond de 1000 euro per bewoner. Uh-huh. Dan rekenen we de baby's ook mee. Ja. Zou het niet wat zijn om de Amsterdammers die 1000 euro terug te geven in gratis ritjes? Dat hebben ze toch wel verdiend na al die jaren van ellende. Ik denk dat de Amsterdammer heel goed af is als dadelijk op 22 juli die Noord-Zuidlijn rijdt. En de Amsterdammer dan gebruik kan maken van hoogwaardig openbaar vervoer. Moet hij er ook voor betalen, om dat vervoer in te gaan, want die al zoveel belasting geld heeft. En ik durf die weddenschap wel aan. Ik denk dat er maar heel weinig Amsterdammers zijn die met een naar gevoel zo dadelijk gebruik gaan maken van de Noord-Zuidlijn en denken, dit heeft me al te veel gekost. Ik denk dat de meeste Amsterdammers die er gebruik van maken, blij zijn dat ze eindelijk dus dit wordt de Noord-Zuidlijn feestje in kunnen. Ja, dat denk ik zo. Oké, u ziet het als een feestje. Ja. Er zijn ook andere dingen rondom metro's. Hè? Dat hoort ook bij verkeer. De Oostlijn. Ja. Die Oostlijn die wordt opgeknapt en ieder jaar zijn daar problemen. Ja. Kinderziektes in het begin, volgens allerlei problemen. Ieder jaar gaat die weer dicht, maandenlang in de zomer. Mensen moeten bussen nemen, mensen moeten om die lijnen heen. En nu werd weer bekend, er is chroom 6 ontdekt. Ja. Een gif. Ja, een gif. In de verf. Ja, in de verf. Ja, dan kun je hem lachen. Ja. Maar dat is toch treurig. Waarom wisten we dit niet eerder? We wisten een heleboel dingen niet eerder. We wisten een heleboel dingen niet eerder. En ik denk dat de Chrome 6-discussie in Nederland op verschillende terreinen, ook bij Defensie bijvoorbeeld, tot een hoop opgetrokken wenkbrauwen heeft geleid. Ja. Daar was al wat langer duidelijk dat het gebruikt werd. Hier niet. Mensen kregen kanker, allerlei enge ziektes. Ja, zeker. Het zit hier in een aantal, het zit hier verwerkt in een aantal. Het gaat hier niet om het aanbrengen, maar om het feit dat het gewoon op bepaalde deuren zit, op metalen delen zit, et cetera. De verwijdering, op het moment dat je gaat verwijderen, dan moet je uitkijken wat je doet. Als het er gewoon op zit, is het op zich niet gevaarlijk. Heb je er geen last van. Dat wil niet zeggen dat het geen probleem is, want het moet wel op een zorgvuldige en veilige manier verwijderd worden. En wat ik constateer is dat bij alle tunnelprojecten, als het gaat om oude tunnels, er vrijwel niet duidelijk is over wat er in de afgelopen 30, 40 jaar met al die tunnels is gebeurd. We merken dat bij de Eitunnel, die in 1968 is gebouwd, waar we iedere keer... Is nooit bijgehouden. Nooit bijgehouden in de afgelopen 40 jaar. Dus iedere keer als we weer een paneel opentrekken, zeg maar, dan zien we daarachter weer allerlei nieuwe uitdagingen. Dat is duidelijk. Maar wat er nu gaat gebeuren is dat die Oostlijn die wordt weer vertraagd. En die wordt een half jaar later, na de Noord-Zuidlijn, als de Noord-Zuidlijn op tijd wordt opgeleverd, opgeleverd. Ja. Gaat dat allemaal wel aansluiten aan elkaar? Ja, natuurlijk gaat het aansluiten aan elkaar. Maar die Oostlijn die rijdt gewoon. Die Oostlijn rijdt gewoon. En wat er hier gebeurt is dat die stations, dat die afgemaakt moeten worden. Ja. Er is enorm veel geïnvesteerd in vluchtwegmaatregelen. Het gaat niet alleen om opknappen. Het grootste gedeelte van het project is af. Vluchtwegmaatregelen. Ervoor zorgen dat op die ondergrondse stations, als er iets gebeurt, mensen veilig weg kunnen. Mm-hmm. Daar is
heel veel geld in geïnvesteerd. En waar nu aan gewerkt wordt, is ervoor zorgen dat die stations een opknapbeurt krijgen. En dat die stations echt aanmerkelijk... Die stations moeten uiteindelijk ook weer 20, 30 jaar mee. Dat is ook een klacht die we horen. Hè? Er zijn gemeenten waar bepaalde stations in staan. Kijk naar Van der Madenweg. Ja. Onkruid, ja. Fietsen, schotsen, scheef. Mensen voelen zich 's avonds onveilig. Ja. En dat is al jaren zo. Ja. Waarom heeft hij daar niks aan gedaan? Hij heeft 3 jaar tijd de Van der Madenweg en de Vrijstuartweg. Er zijn een heleboel metrostations waar de omgeving buiten ook aangepakt moet worden. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt in dezelfde planning als de stations worden opgepakt. En soms is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Andere keren is het weer de verantwoordelijkheid van een andere gemeente waar het metrostation in ligt. Maar waarom en wij zorgen ervoor dat goed op elkaar aansluit. Dat klopt, alleen het is zoiets. De gemeente Amsterdam is een groot bedrijf, is een grote organisatie. Het gaat om een klein metrostation waar mensen echt last hebben. En die metro's, ja, en die omgevingen worden ook aangepakt. Ja. Die omgevingen worden aangepakt van die metrostations. Waarom niet eerder? Omdat we dat tegelijk op laten lopen met de werkzaamheden die aan die stations plaatsvinden. Om de overlast te concentreren in één periode. In plaats van ervoor te zorgen dat mensen 2 keer... Als je buiten het station de boel op de schop gaat nemen. En daar de mensen de overlast van laat ondervinden. En vervolgens een half jaar daarna langskomt om nog eens een keer de overlast te bezorgen. Door het station zelf te doen. Dan is dat volgens mij een beetje het paard achter de wagen gespannen. Kritici doe het dan gewoon in één keer. Kritici in de raad zeggen, meneer Lintjens is er minder mee bezig geweest, want die Oostlijn is lang niet zo sexy als de Noord-Zuidlijn waar hij zo enthousiast over is. Nou, ik denk dat ik de afgelopen tijd meer tijd ben kwijt geweest aan de Oostlijn dan aan de Noord-Zuidlijn. Ja? Ja, we kunnen zeker. De handen voor in het vuur steken. Ja. Ja? Ja. Waarom zien we het dan niet? Ja, kijk, omdat ik niet iedere keer naar buiten ga om u te vertellen dat ik zo druk ben met de Oostlijn. Ja. Volgens mij moeten wij er gewoon voor zorgen dat het werk gedaan wordt. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we als bestuurder kunnen doen. Prima. We hebben ook buiten de raad gekeken. We hebben met Milieudefensie gebeld, uw vrienden. Die zeggen, de luchtkwaliteit in Amsterdam is nog ver beneden de maat. Nog ver onder de Europese normen. En nou weten we, er zijn straten in Amsterdam, nou, daar wil je niet wonen. En daar wonen mensen. Die hebben daar last van. Jan van Galenstraat, et cetera. Mensen wonen misschien prettig. Valkenburgerstraat. Stadhouderskade. Stadhouderskade. Ja, allemaal zeker. Bekende straten waar de luchtkwaliteit echt ontzettend slecht is. U weet dit. Dit is al jaren bekend. En dan kom ik eigenlijk weer met dezelfde soort vraag. U bent 3 jaar wethouder. En dan gaat u nu misschien zeggen, ja, maar ik heb zo wethouder luchtkwaliteit. Veel te doen. Volgens mij niet, hè? Maar u moet dit doen met meneer Choho. Zeker. Maar u bent de meneer van verkeer. Ja. Waarom heeft u niks gedaan hieraan? Ik begrijp niet waar die veronderstelling vandaan komt. Dat krijg ik van Milieudefensie door. Mag u uitleggen? Ja. Kijk, ik ben naast wethouder verkeer en vervoer, ben ik ook portefeuillehouder openbaar vervoer in de stadsregio. Dus de vervoerregio. En wat wij de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan, is een aanbesteding in de markt zetten voor het vervoer in de regio Amsterdam-Meerlanden. Mm-hmm. En daar hebben wij duurzaamheid enorm zwaar laten meewegen. Ja. En de consequentie daarvan is dat vanaf 1 januari aanstaande de bussen die nu allemaal vanaf de zuidkant van Amsterdam, de bussen van Connection, die via de Stadhouderskade Leidseplein richting Appeltjesmarkt Centraal Station rijden, die worden allemaal elektrisch. Ja. En die zorgen geen met name, uitlaatgassen meer. Geen uitlaatgassen meer. En die zorgen met name op dat hele drukke en zwaar belaste stuk op de Stadhouderskade voor een aanmerkelijke verlichting. Wat we ook hebben afgesproken is een nieuwe lijnennetvisie. Nieuwe lijnennetvisie? Ja, op het moment dat de Noord-Zuidlijn gaat rijden, dan gaan er meer dan 100.000 mensen per dag onder de grond van Noord naar Zuid. Ja. Dat wordt verwacht. Zeker, dat gaat ook gebeuren. En wat er moet gebeuren is dat het openbaar vervoernetwerk boven de grond daarop aansluit. En wat we hebben afgesproken is dat vanuit de noordkant van de regio, van de Amsterdamse regio, de bussen die nu nog allemaal de stad inrijden, allemaal door de Piet Heintunnel daar vervolgens weer naar boven komen. Sorry, die Eitunnel naar boven Eitunnel, komen. Ja. En dat zijn de bussen vanuit Noord die naar het station precies, gaan. Dat daar 70% niet meer het centrum van Amsterdam inrijdt. 70% van die bussen gaat op het moment dat de Noord-Zuidlijn rijdt, op station Noord de mensen afzetten. En vervolgens weer terugrijden naar Zaanstreek, Waterland en waar ze vandaan komen. Aan de zuidkant precies hetzelfde. Mm-hmm. 50% van de bussen die nu nog door de stad naar Centraal rijdt, gaat zo dadelijk bij Zuid stoppen en daar de mensen op de Noord-Zuidlijn over laten stappen. De andere 50% rijdt hooguit door tot de Appeltjesmarkt. En dat worden de uitstootvrije bussen. Dus de veronderstelling dat er niets gebeurt is volgens mij niet helemaal juist. Dat is misschien wat hard gezegd, maar goed, Milieudefensie is ook actiegroep. Dus tuurlijk, die moeten er nee, ook maar in. Ik begrijp het ook wel. Maar u mag het pareren. Maar los daarvan ga ik toch even terugduwen in dit gesprek. Kijk, u kunt inderdaad die bussen, daar kunt u voor zorgen.
Maar waarom niet bijvoorbeeld zeggen op die drukke straten, we gaan naar 30 kilometer per uur? Dat kan toch ook? Dan neemt het zeker toch ook af aan de uitstootgas. Dat doen we ook op een heleboel straten. Doen we dat. De Van Wouwstraat gaat bijvoorbeeld naar 30 kilometer per uur, om er maar eens eentje te noemen. De vraag of dat tot minder uitstoot leidt en tot minder fijnstof leidt, is overigens maar de vraag. Die kan betwist worden. Waarom? Op het moment dat de doorstroming niet geregeld is en je rijdt 30 kilometer per uur in plaats van 50 kilometer per uur. Veel stilstaan. Nou, precies. En dan wordt het uiteindelijk alleen nog maar erger. Als bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Overtoom. Overtoom mag je 50 kilometer per uur. Ik denk dat de gemiddelde automobilist blij is als hij 25 kilometer per uur of 30 kilometer per uur kan rijden. Het naar beneden brengen van de maximumsnelheid op de overtoom van 50 naar 30 lost niets op. Wat wel wat oplost, is ervoor zorgen dat die doorstroming verbetert. En want als die doorstroming verbetert, zijn auto's sneller door die weg heen. En als dat op 30 kilometer per uur kan, is dat prima. Gaan we ook naartoe. We gaan ook naar steeds meer 30 kilometer per uur wegen. Maar die Valkenierstraat, Valkenburgerstraat, Wieboudstraat, dat kan toch gewoon 30? Ik denk niet dat het verstandig is. Ik denk niet dat het verstandig is om dat naar 30 te doen, omdat je er dan voor zorgt dat die auto's langer door dat stadshart rijden en uiteindelijk ook meer uitstoten. Ja. Dus volgens mij is dat geen verstandige beslissing. Ja, dus het maakt niks uit. Dat maakt wel uit, zeker wel. Wat kunt u dan nog meer doen om de luchtkwaliteit beter te krijgen? Die doorstroming verbeteren en ervoor zorgen dat we daar waar we kunnen in ieder geval, en daar is collega Schoho druk mee bezig, ervoor zorgen dat er ook grenzen worden gesteld aan de uitstoot. Ja. Dat doen we bijvoorbeeld bij taxis. Hè. We hebben afgesproken dat vanaf 1 januari aanstaande er alleen nog maar elektrische taxis op de standplaats Centraal mogen. En ook op de nieuwe standplaats, de taxi Opstelstrook, voor het Marriott Hotel bij het Leidseplein. Dan mogen vanaf 1 januari ook alleen nog maar elektrische taxis staan. Is dat een nieuwe manier om taxis toch een beetje de stad uit te krijgen en die taxidruk onder druk te krijgen, of onder controle te krijgen? Want er zijn veel minder elektrische taxis dan gewone taxis natuurlijk. Ik zit regelmatig in de auto bij taxichauffeurs die aangeven dat ze nog heel eventjes wachten totdat er wat meer modellen beschikbaar zijn en dan besluiten om over te stappen op een elektrische taxi. Okay. Dus ik verwacht niet dat dat gaat leiden tot het de stad uitdrijven van de taxi. Mensen thuis wel tot de verschoning van de taxichauffeur. We kijken nog even vooruit. U heeft nog een jaartje te gaan, dan bent u 4 jaar wethouder. Ja. Mensen in Den Haag tippen u als minister of staatssecretaris eventueel in een groen-rechts kabinet. Hoe ziet u dat? Ik heb daar wel eens over nagedacht. Niet omdat het mij een realistische optie lijkt, want ik denk dat er nog een heleboel andere mensen zijn die dat misschien wel veel beter zouden kunnen dan ik. Maar de vraag is ook een klein beetje of je dat wil. Waarom? Nou, omdat er het werk wat ik nu doe, vind ik hartstikke leuk. Zou ik dolgraag nog een periode willen doen. Maar dat hangt in Amsterdam. In Amsterdam, zeker. Niet zomaar ergens anders. Nee. En echt in Amsterdam. Maar u woont nog in Kudelstaart. Zeker, ik woon nog in Kudelstaart. Ik heb voor de 4e keer ontheffing gekregen. Ja. En ik rijd inderdaad heen en weer met een deelautoconcept van de gemeente. En dat doe ik om een aantal redenen. Omdat ik nog een dochter heb die op de middelbare of op de basisschool zit aan de overkant van de straat. Ja. En die willen we daar ook haar school laten afmaken. En dan kom ik maar meteen daarbij. Dit werk is leuk. Het is hartstikke druk. Het vergt een heleboel. Dat geldt denk ik voor alle wethouders in Amsterdam. In iedere grote stad. Ik denk dat als je minister of staatssecretaris wordt, dat nog een tikkie erger wordt. Ik heb 3 kinderen en ik heb een vrouw. Dus je ziet kinderen niet meer? Nou, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ja. Nou ja, je hoort vaak van kinderen van ministers of minister-presidenten van we hebben papa nooit gezien, maar hij deed het zo goed en het was in het landsbelang. Dat is ook dat gaan uw kinderen dan toch ook gewoon zeggen? Maar een ander belang is ook niet slecht hoor. In Amsterdams belang vind ik net zo nobel als landsbelang. Oké, toch nog even terugkijken. Stel, er komt een groen-rechts kabinet. En u staat te boek als een pragmatisch VVD'er. Zelfs de GroenLinks raadsleden hebben complimenten gegeven toen wij ze belden over u. En ze hebben zelfs ook gezegd dat ze Jesse Klaver zouden adviseren dat u een goede minister of staatssecretaris voor verkeer zou zijn. Meneer Rutte belt, die zegt, meneer Litjens, kom naar Den Haag, ik heb u nodig. Het is al zo'n moeilijke formatie geweest. Dan gaat u toch geen nee zeggen? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Volgens mij maak je dat soort afwegingen op het moment dat het gevraagd wordt. En maak je die afwegingen ook op het moment dat je daar goed over hebt gepraat. Ja. En dat is niet een beslissing die je in je eentje neemt.
Nee, natuurlijk. U zult met uw vrouw moeten overleggen. Zeker. U zult met de kinderen moeten overleggen. Natuurlijk. U zult met andere mensen moeten overleggen. Maar een puntje bepaaltje komt. Dit is toch een prachtig mooi iets. Het zou toch fantastisch zijn om al uw expertise die u hier op tafel legt bij mij. Ja. Om die uit te breiden landelijk. Ja, maar dat kan op een heleboel manieren. Kan dat. En volgens mij is het... Ik weet dat het altijd interessant is om te praten over... over ambitie en carrièreplannen, et cetera. Ja. Ik zou het heel mooi vinden om nog een periode in Amsterdam als wethouder te kunnen werken. Dat zou ik hartstikke mooi vinden. Als dat niet doorgaat, dan ga ik wat anders doen. De vraag is of een aanbeveling bij Jesse Klaver door GroenLinksers... om mij te tippen of dat nou een aanbeveling is voor de VVD. Ja, nou, dat weet ik ook niet. Om mij als minister neer te zetten. Er moeten op een gegeven moment wegen gevonden worden waarop zo'n kabinet loopt. Nee, dat snap ik. Als er iemand komt die daar dus blijkbaar ervaring mee heeft. Dat snap ik, maar misschien is het interessanter om aan te geven wat er zou moeten gebeuren. In plaats van wie op welke plek zit. Maar wat vindt u, wat moet er dan gebeuren? Een van de belangrijkste dingen die ik zie in ieder geval... is dat er fors moet worden geïnvesteerd in die stedelijke ontwikkeling. Er gaan tot 2040 aan er 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Die 1 miljoen woningen zullen voor een heel groot gedeelte in het verstedelijkte gebied worden gebouwd om niet al te veel beslag te leggen in de Randstad en in de halfwegzone. Precies. En om niet te veel beslag te leggen op het groen en op de natuur in Nederland. Ik denk dat dat verstandig is. Ik denk dat die verstedelijking ook ervoor zorgt dat je wat minder mobiliteitsbewegingen van en naar die steden krijgt. En ik heb net al het aantal van 280.000 auto's per dag genoemd wat iedere dag Amsterdam inrijdt. Dat moeten er niet veel meer worden, want dan loopt die stad vast. Dus die verstedelijking die is heel erg belangrijk. Die heeft wel een aantal randvoorwaarden. Die heeft als randvoorwaarde dat je naar nieuwe mobiliteitsconcepten gaat kijken, deelautoconcepten. Dus minder parkeerplaatsen bouwen, maar die parkeerplaatsen bestemmen bijvoorbeeld in appartementencomplexen voor deelauto's. Zodat je met minder auto's toe kan en toch de mobiliteit kan voorzien. Maar investeren ook echt in openbaar vervoer, in meer openbaar vervoer. In lightrailverbindingen. En we hebben afgelopen oktober hebben wij met het ministerie van INM, met de minister en de staatssecretaris een afspraak gemaakt om lightrailconcepten te gaan onderzoeken. Lightrail, dat zijn dus zeg maar treinen die stoppen en gaan zeg maar een heel soort snel. Metro. Ja, metro, maar dan tussen steden. Ja. En wat we hebben afgesproken is om te onderzoeken of er een lightrailconcept mogelijk is. De Randstadrail, die tussen Den Haag en Rotterdam rijdt bijvoorbeeld. Of er lightrailconcepten mogelijk zijn aan de zuidkant en de westkant van Amsterdam. Waarbij de mogelijkheid ook wordt onderzocht om de metro aan te laten sluiten op het spoor van ProRail. En dat zou kunnen betekenen dat we, en die resultaten die moeten er binnenkort zijn, die bespreken als het goed is in november met de nieuwe minister. En dan ligt daar ook een onderzoek naar een variant waarbij de Noord-Zuidlijn wordt gekoppeld aan het spoor, richting Schiphol gaat en eventueel doorgetrokken wordt naar Hoofddorp. Ja. De andere optie is langs de kant van Sloterdijk aan de westkant. Nou, dat zijn dingen die nodig zijn, om ervoor te zorgen dat je die verstedelijking in goede banen kan leiden. Oké, dit is een verhaal met visie. U bent een politicus met visie blijkbaar. Dat zien we niet zo vaak meer tegenwoordig. Dat is een compliment van mij aan u. Wat ik nog wel wil zeggen is, u zou ook eens een goede vakminister kunnen zijn. Waarom bent u zo bescheiden? Nou, ik weet niet of ik bescheiden ben. Ik denk dat we de afgelopen 3 jaar verstandige besluiten hebben genomen. En dat durf ik best te zeggen. Ik heb er alleen weinig behoefte aan om dat iedere keer voor de camera te doen. Ik ben geen Hekking, ik ben Pieter Litjens. Ja. Dat is wel een groot verschil. Ja. Okay. Voor wie Cote en de Bie nog kent. Voor wie Cote en de Bie nog kent. Maar goed, heel duidelijk. Nou goed, we gaan het zien. Ik wens u een succesvolle toekomst tegemoet en bedankt voor de komst. Dankjewel, graag gedaan. Komst.